Het zogenaamde genderdoeboek. Een instructie voor scholen, voor basisscholen, waarin hen wordt verteld hoe ze moeten onderwijzen over gender en seksdiversiteit. Het is opgesteld door het Transgender Netwerk Nederland. Deze club die wordt dus voor honderdduizenden euro's per jaar gesubsidieerd door het ministerie van OCW. En dan de inhoud. Bij biologie mag niet meer worden gesproken over mannelijk en vrouwelijk voortplantingssysteem. Want lichaamskenmerken bepalen niet je gender. Wat je niet mag zeggen, voortplanting gaat over mannen en vrouwen die seks hebben. Voortplanting is iets tussen mensen. Erkenning van genderdiversiteit is ook realiseren dat er mannen zijn met eicellen en vrouwen met zaadcellen. Dit is dus de giftige inhoud. Waarom van, is het giftig? Dat is nog strikt genomen, juist. Omdat hiermee een biologisch feit, namelijk dat er zoiets bestaat als een onderscheid tussen mannen en vrouwen, dat wordt hier glashard ontkend.